Jongens, we zijn er weer. Welkom bij deze nieuwe Content Veen video. Vandaag zijn we lekker in het industrieterrein waar we de afgelopen paar 100 miljoen afleveringen natuurlijk telkens beginnen. En wederom is de ijzerfabriek lekker aan het shinen. Dat doe je goed zeg! Laten we even mijn makelaar ingaan om te kijken hoeveel geld ik al verdien. Ik heb helemaal niks verdiend, we zijn arm. Er is nog geen enkel huisje gekocht die ik te koop heb staan. Alsjeblieft, jongens. Koop gewoon dingen. Nee, vandaag heb ik weer een leuke planning. Ik wil namelijk die kant daar een beetje afmaken. Want dan kunnen we daarna gewoon lekker hiermee verder en zo. Maar het heen en weer schakelen van links naar rechts, dat vind ik eigenlijk helemaal niet heel chill. Dus ik dacht, weet je, als ik daar nou gewoon een huisje bouw, als ik daar nou nog een huisje bouw en daar gewoon de muur doorbouw, weet ik wat allemaal, dan komen we er wel, weet je. Kan ik daarna hier lekker eindelijk een keertje aan de slag gaan. Dit gaat echt nog een taak worden. Pff. Maar dit komt helemaal goed. Dus laten we deze Content Veen aflevering beginnen met een prachtige timelapse. Waarin wij waarschijnlijk daar aan de slag gaan en zo. Ik weet het niet, misschien gaat er wel wat anders gebeuren. Er gaat in ieder geval een leuke timelapse aankomen. Je hoort het al aan de muziek. Vergeet zeker niet te liken, vergeet zeker niet te abonneren. En veel plezier met het kijken. Daar zijn we weer en we zijn, als het goed is, 1 dag verder in het leven. Hartstikke leuk, hartstikke cool. Of twee, nee, we zijn 2 dagen verder in het leven. Oh mijn god. Voordat ik deze timelapse startte was het volgens mij eind oktober en we zitten nu 2 of 3 november. Oh mijn god, is het nu 3 dagen? Maakt niet uit. In ieder geval, welkom terug in het leven van Content Veen. Voor jullie is het 2 minuutjes of 1 minuutje. Voor mij is het 3 dagen verder. We beginnen met dit prachtige etablissement. Establissement, weet ik hoe je het uitspreekt. Groot huis. Ik denk dat ik hier 25 diamonds wil gaan vragen in plaats van 20 of misschien zelfs 30. Omdat ten eerste locatie magnifiek tegen het kasteel aan. Uitzicht op de dam. Hier, uitzicht op de fabriek. Beter kan je het niet krijgen. Het is geen woonhuis waarschijnlijk. Het wordt misschien toch een woonhuis. Maar ik denk dat het ook gewoon een winkel kan zijn. Maar ik vind het meer lijken op een woonhuis. Dus misschien is dit een van de weinige woonhuizen in het industrieterrein. Dus voor degene die hem wil, kan je hem kopen. Hij staat nog niet te kopen. Hij is gewoon nog eigendom van mijn makelaar. Maar kijk hoe groot het hier binnen is, jongens. Je kan hier wel 4, 5, 6 slaapkamers, 8 badkamers, 9 keukens verzinnen. Het kan allemaal. Je kan zelfs uitbreiden hier achter in het kasteel. Dat kan het niet echt laten zien, alleen lekker. Maar dat maakt niet uit. En de overkapping hier, die vind ik zo cool. Dan kan je gewoon lekker hier vanaf de fabriek van Julian. Vuurwerkfabriek, die nog niet af is. Kan je zo doorlopen. Ga je hier onderdoor. Nou, woon je hier misschien. Dan kan je doorlopen. Maar woon je niet, dan ga je deze kant op. Het ziet er gewoon mooi uit. Dan, als we doorgaan, heb ik de muur, heb ik een paar blokken op. Oh mijn god, volgens mij is het virus uitgebreid, jongens. Huh? Ah, ik val. Ah, maakt niet uit. Huh? Het lijkt wel alsof het virus langer is geworden. Maar daar kom ik niet voor. De muur is uitgebreid. Je ziet het aan het randje erachter. Er is iets meer gras vrijgekomen. Normaal stonden deze graven tegen de muur aan. En was daar überhaupt geen muur. Dus vandaar dat het er nu zo uitziet. Ziet er beter uit. Het is nu gewoon afgesloten. Je kan nu niet meer zo het wild inlopen. En dan nu, waar iedereen denk ik het meeste aandacht voor had tijdens de timelapse, is dat grote blok hierboven. Jongens, er komen nieuwe huizen, nieuwe gebouwen. Weet ik wat allemaal hierbovenop. En kijk het uitzicht dat je vanaf hier hebt. Hoe cool is het? Stel, je hebt op dit hoekje een huis. Een woonhuis of een winkel of iets. Verzin het. En kijk het uitzicht dat je vanaf hier hebt. Imagine dat dat ook nog wel mooier aangekleed is. Zoals daarboven en zo. En dat dit even wat netter eruit ziet. Zo. Ja, het is misschien wel een beetje een droevig uitzicht op de begraafplaats. Maar als de kerk gewoon weer genezen is van het virus. Het kasteel. Oh, wat gaat het allemaal mooi worden. Wat gaat het hier mooi worden hierboven. En dan hoef ik dit ook niet meer netjes te maken. Want hier komen gewoon huizen tegenaan geplakt. Dan krijg je hetzelfde verhaal als daar. Dan hoef je die hele muur niet meer op te lossen. Ja, en dan houdt het alleen dit vlak hier nog over, hè, jongens. Dan zijn we langzaam alle vlakken aan het volbouwen en afmaken. Tot alleen dit vlak hier nog moet. Oh, het is zo spannend.
Dus heb je nou ideeën wat hier moet komen, jongens? Ik wil je gewoon weer een soort van rijtjeshuizen maken. Alleen dit gedeelte hier en dan hier wat anders. Misschien dat hier grotere huizen komen. Een soort Amsterdamse lange huisjes. Een soort, gewoon, nou, dat in principe Amsterdamse lange huizen. Gewoon zoals het daar staat, rijtjeshuizen. En hier misschien wat anders. Een mooi pleintje, een fonteintje en weet ik veel wat. Misschien dat hier aan de zijkant een grote hijskraan staat die wat op het dak tilt van de ijzerfabriek of zo. Verzin het. Er gaan hele leuke dingen aankomen. Maar goed, veel te doen dus. Ik ga nog veel andere leuke dingetjes bouwen, jongens. Jullie gaan het allemaal zien. Dat gaat echt nog wel een pain in the ass worden om te maken. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik hoorde dat Robin, als het goed is, dit kraampje een keer wilde claimen. Maar dat maakt niet uit. Dat mag gewoon. Maar dan moet ik wel te koop. Nee, joh, kraampjes ga ik niet te koop zetten. Die kunnen mensen gewoon claimen wanneer ze willen. Dan gaan we even naar mijn makelaar. Gaan we even kijken of we al een paar dingen verkocht hebben. We zijn inmiddels al 3 dagen verder natuurlijk in het leven. En mijn kassa... Er zit wat in. Kerstopdracht. Wat is dit nou weer voor iets? Oh, dit heb ik trouwens in... Dit heb ik al een keer gelezen. Maar dat heeft hij blijkbaar ook hier achtergelaten. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Goedendag. De kerstman is vroeg dit jaar. En nee, dat is helemaal niet raar. Maar dit keer is de kerstman hier met een opdracht voor jou. En zorgt hij ervoor dat wij allemaal niet blijven zitten in die verschrikkelijke kou. De opdracht is heel erg simpel. En dus ook te halen. Versier jouw huis en of bedrijf waar je deze post ook hebt gekregen. Dat rijmt niet. In een volledige kerstsfeer. Rijmt ook niet. Doe je dat niet? Zou je ervoor moeten betalen. Dat rijmt weer wel. De kerstman houdt ook echt van gezelligheid. Maar dat is niet het enige. Ook koekjes, snoep en ander eten is niet gek op deze leeftijd. Zorg er daarom ook voor dat er voldoende eten is voor de beste man. En nu moet je niet gaan zeggen dat dit raar is of helemaal niet kan. Voldoe je niet aan de opdracht op de dag van de deadline, de deallijn die ik je ga geven. Dan zou ik maar alvast een beetje gaan beven. Oh jij jongens. Je krijgt dan namelijk geen cadeau. Maar je krijgt een straf. En misschien eindig je dan wel net als bepaalde mensen naast de kerk in een graf. Dit is een dreig, jongens. Dit is een dreigbrief, dreigletter. We moeten naar de politie gaan. De deadline voor deze opdracht is makkelijk te begrijpen. Dit is namelijk 30 november om 6 uur uiterlijk. Anders zal ik je grijpen. Veel succes met de challenge en heel veel plezier. Ik ga weer verder met mijn dagelijkse taken. Dagelijke? Mijn dagelijkse taken. Die kerstman. Onder andere het verschonen van mijn enige rendier. Tot ziens, een fijne dag en tot snel. De kerstman zegt voor nu eventjes vaarwel. Jongens, we hebben gewoon opdracht gekregen om een kerstsfeer te maken in november. Dat gaan we echt pas doen aan het einde van november. Dat ga ik niet nu al doen. Dat is te vroeg voor mij om dit helemaal een kerstsfeer te maken. Dat gaan we zeker... Oh my days, niet doen. Dat gaan we niet doen. Frederik, wat doe je hier? Waarom? Laat me met rust, dit is mijn makelaar. Je hebt mijn kasteel al. Je gaat niet ook mijn makelaar nemen. Hallo. Hey, hallo, lang, trouwens lang niet gezien. Lang geleden. Lang geleden Raken hadden wij gesproken. Ik wou net zeggen, wat is er met je gebeurd? Ik heb niks meer van je gehoord. Ik bedoel, je hebt mijn kasteel overgenomen. Het virus lag een tijdje voor mijn gevoel stil. Toevallig viel het me... Oh, je hoort me natuurlijk niet. Toevallig... Leuk dat je er weer bent. Dat was niet leuk, maar je bent er weer. Ja, joh. Bedankt. Waar ga je heen? Ik ga weer naar huis. Hoezo? Je komt waarom mee nou hier? Wat kwam je doen? Nou, gewoon eventjes kijken hoe het met mijn onderdaan is. Ik ben niet jouw onderdaan. Nou, echt wel. Nee, hallo. Je hebt mijn kasteel overgenomen, dan maak ik me niet je onderdaan. Fijn, heel fijn. Hey, maar hoe is het? Hoe staan de zaken? Hoe is het met virus? Je weet dat ik een antivirus heb en dat ik gewoon... Nee, helemaal niet. Die heb je nog niet. Want het blijft nog steeds groeien. Dat heb je gezien. Heb je trouwens je arena al gezien? Oh, nee. Nee. Is de arena ook weer erger geworden? Dat heb ik nog niet eens Oh, mijn god. Het hele plein is besmet. Nee. Nee, het is niet eens meer de arena. Dit is gewoon het plein. Het is gewoon hier, zoals op de straat. Het komt gewoon in de buurt van de Annie heen. Oh, maar deze. Nee. Nee. Frederik. Jongen. Oh mijn god, het is zelfs hier. Het is zelfs hier. Dit pad. Dit moet echt stoppen nu. Frederik, dit moet stoppen. Het moet nu stoppen. Je bent mijn hele stad aan het verpesten. Ja, dat klopt, ja. Ja, stop er eens mee. Nee. Maar waar ik wel wil mee stoppen, is jou uit sommige plekken verbannen. Want het is nou eenmaal. Ik moet goed voor mijn onderdanen zorgen. En daar hoort dit ook bij. Oftewel. Je mag weer deels naar huis. Krijg ik mijn kasteel terug? Nee. Oh. Jammer. Ik hoop dat het was. Wat dan? Alles is nog steeds... Ja, ik mag overal komen, behalve nee, het kasteel. Nee. Ik heb mijn onderdaan een speciale taak laten doen. Heel geheim was dat. Oké. Okay. Ja. En wie onderdanen zijn die mensen in dat zwarte, die zwarte zeker, vlakjes? Zeker, die luisteren ja, nog steeds naar mij. Maar ja, goed, dat heb ik door. Die hebben jouw logeerbed opgewaakt. Dus ik mag wel mijn kasteel weer in? Ja, maar wel alleen in de kamer waar ik het zeg. Je loopt alleen maar mee met de mensen die ik jou toe... Oké, prima. Laat maar zien. Ja. Oh, dan kan ik weet je hoe lang ik al niet meer in mijn kasteel ben geweest? Oh mijn god, wat heb ik daar zin in. Gaan we nu? Ja. Oh mijn god, jongens, voor jullie even. Ik mag gewoon eindelijk weer in mijn kasteel. Weet je hoe lang ik al niet in mijn kasteel ben geweest? Wat is hier?
Niet betreden, het gevaar. Wat is hier gebeurd? Dit heb ik ook allemaal nog niet gezien. Er is van alles, oh mijn god, ik moet wel bijhouden. Jongens, ik mag mijn kasteel weer in. Ik ben echt al sinds Frederik me eruit heeft gestuurd. Sinds hij het over heeft genomen. En overal bewakers heeft neergezet, ben ik al niet meer in het kasteel geweest. Althans, één of twee keer in de troonzaal voor een gesprekje of zo. Kijk, het hoeft er nog maar een klein stukje. Huh? Dan is het in het water. Nee! En dan is het hele meer is erbij betrokken. Dus dat is nee! Fijn. Hou op! Hij is letterlijk als het meer aan het besmetten hier. Oh mijn god. Frederik. Godverdomme, wat is dit? Wat? Waar ben je? Ja, hierboven natuurlijk. Ik ben gewoon die trap opgegaan. Oh, ja? Maar, wat is er? Is dit? Oh, dat is een kerststok. Wat is hier gebeurd trouwens? Waarom is die zo kaal? Ik weet het niet, maar mijn tuinmannen doen niet goed hun werk. Mijn tuinman, hallo, wij bouwen alles hier, vooral ik. Ja, dat zeg ik, niet eens tuinman. Oh mijn god, hij denkt dat ik tuinman ben. Zie jij de stad als je tuin? Zeker. Nee, als mijn broekzak. Als je broekzak. Hé, kijk, als je nou hier echt zou wonen... Dat blokje wat daar zou staan. Kijk, weet je wat het ding is? Als dit jouw kasteel zijn, weet je dat dit een snelle route is? Ik geef jou graag de toeristische route. Oh mijn god. En dan moet je omlopen, terwijl je ook door het huis kon. En dan kom je hieruit. Ja, zie je? Maar goed, wij gaan zo. Oh, mijn god, is het dan eindelijk zover? Mag ik hier wonen dan weer in mijn kasteel op zijn minst? Half. Half. Oké. Okay. Half. Nou, daar ben ik op zich al tevreden mee, jongens. Dan kan ik weer wil je eerst naar je kamer of niet? Ja. Prima. Kom mee. Oké, dan is het hierboven. Kijk, het ding is, ik heb dit zelf gebouwd, Frederik. Je weet dat ik heel dit kasteel ken, hè? Ik ook. Ja, jij hebt er inmiddels gewoond, maar je hebt het niet gebouwd. Dus je weet niet alle geheimen van het kasteel. Zeker wel. Oké, ja, deze gang. Alleen het ding is, deze huizen waren nog niet klaar. Deze slaapkamers. Ik heb hier je logeerbed opgemaakt. Ik geef je even privacy. Ik wacht hier buiten. Oké, prima. Nou, dan gaan we, jongens. Ik heb een logeerkamer gekregen hier in de hal. Even kijken, hoor. Oh, mijn god. Hij heeft gewoon legit een paar paintings opgehangen. Boekjes en... Oh, Susan, is dat niet daar? Ik wil hier niet meer wonen. Ik wil weg. Help. Help. Ah. Oh. Oh mijn god, hij staat er. Jongens. Oh, ik denk ik mag mijn kasteel innemen. Maar dat monster leeft natuurlijk ook nog in het kasteel. Wat wil je? Frank, ben jij dat? Frank? Hallo? Ben je aanspreekbaar, Frank? Oh, hij is weg. Huh? Oh mijn god. Oké, jongens. Een update. Ik woon weer in mijn kasteel. Hoe heet het? Frederik heeft me deze kamer gegeven. Frank. Rees rustig aan. Oh mijn god. Hoe vind je het? Mooi, hè? Het is best kaal, moet ik zeggen. En donker. Het is dat ik een lantaarn omhoog heb. Ik ga even nu al gelijk iets meer hangen. Kijk, ik snap wel. Ik heb dit gebouwd. Je snapt ook niet echt hoe dat werkt, hè? Dat klopt inderdaad. Maar dat maakt me ook helemaal niks uit. Maar ben ik wel vrij om het zelf verder in te richten? Misschien. Misschien. Oké. Het ligt eraan wat je wil gaan doen. Prima. Ik doe wel gewoon mijn ding. Dit is mijn kamertje. Oké. En nu? Oh. Nou, jongens, nu. Oh, mijn hoofd. Ik verwacht je over 2 minuten in de troonzaal. 2 minuten? 2 minuten in de troonzaal? Oh mijn god. Dan hoop ik wel dat hij overal de barrières weghaalt, dat ik er wel gewoon heen kan lopen. Maar goed, even een update. Ik woon weer in mijn kasteel. Laten we gelijk even slapen hier dat het dag is. Waar hebben we uitzicht op? We hebben uitzicht op mijn huisje natuurlijk. Alleen ja, het ding is, ik ga denk ik wel mijn spullen hierheen verhuizen. Want ik wil wel weer in mijn kasteel wonen. Dus iets meer degelijk. Nou, niet degelijk, iets meer terecht. Oh! Ik kan mijn koningsoutfit zo weer aan. Ik ben natuurlijk geen koning meer, dus ik ga mijn helm niet opdoen. Maar ik wil wel mijn koningsoutfit weer aan. Het feit dat ik hier woon. Oké, ik heb 2 minuten om naar beneden te gaan. Ik heb 2 minuten tijd om me om te kleden. A few moments later. Alright, jongens. Na een hele lange tijd, je kan het al aan mijn handjes zien, is het eindelijk weer tijd voor de goede outfit. We hebben hem weer aan. Mijn koninklijke outfit. Ik ben geen koning natuurlijk op het moment, omdat Frederik het nog steeds heeft overgenomen. Maar het feit dat ik weer het kasteel in mag komen en daar rond kan dwalen, is voor mij genoeg. Dus we hebben de hoed nog niet op. Of de kroon natuurlijk. Maar we hebben wel de outfit waaraan we een beetje weer als een soort... Ja, man. Ik kon me wel weer voelen zoals ik me voelde dat ik hier daadwerkelijk de koning was, weet je? Oké, maar Frederik verwacht me beneden. Laten we daar ook heen gaan. Ik weet niet wat ik kan verwachten in het kasteel allemaal. Het ziet er allemaal wel nog mooi uit hier. Het is nog rood. Het is nog niet echt zwart met al die rare bekledingen zoals hij allemaal gedaan heeft. Dus laten we naar de troonzaal gaan. Oh, het is gek om hier weer te lopen. Hier ben ik al zo lang niet geweest. Even kijken hoor. Oh, het is hier duister geworden. Kijk, daar zit hij al. Oh, en Frank is er ook. Frank het monster. Laten we even de trap nemen, jongens. Gewoon de grote koninklijke trap. Hè. We nemen niet de trap bij de chest room natuurlijk. Maar we willen wel gewoon de grote brede trap hier pakken. Oh mijn god, ik moet 1 afslag eerder laten nemen. Hier, zo, hoppakee. De grote trap zo. En dan lopen we daar langs de boekenkasten. Kijk, ik ken het natuurlijk. En die Frederik die heeft gewoon afgenomen van me. Oneerlijk eigenlijk, hè? Ik ben er. Ik heb me omgekleed. Ik voel me weer thuis. Het is van mij allemaal. Goed. Het is alleen... Oh mijn god. Het is alleen dat jij hier nog bent. Dat klopt, ja. En ik ga hier ook zeker niet weg. Nee. Ik heb niet zoveel keuze nog steeds met die...
Altijd gezondheid. Ja, dankjewel. Goed. Maar waarom moest ik hier komen? Ik heb me omgekleed. Ik ben weer in het kasteel, dus ik pas er weer helemaal tussen. Frank is er ook nog steeds zo te zien. En die ziet er ook nog steeds uit als een halve zombie monster, weet ik van wat. Ja, zeker weten. Maar goed, waarom ben ik hier? Kom eens even dichterbij. Ik heb niet zo zin om zoveel te schreeuwen. Ja, maar ik wil niet zo dicht bij Frank komen. Nee, dat is jouw probleem, niet mijn probleem. Maar waarom ben ik hier? Omdat ik jou zielig vond. Je vond me zielig? Nee, dat bedoel ik niet. In een zacht, zoetsappige manier, zoals je die kat hier hoort krijzen. Ergens. Dat is ook niet zat, dat klinkt ook zielig. Helemaal niet, ik heb er al dagenlang last van. Maar goed. Ik vond je zielig, gewoon hoe je daar rondhuppelde. Als een of ander zielig beestje. En ik dacht, ja. Oké, die kat moet echt dood. Goed. Nee, hallo, laat hem gewoon. Het is de huiskat. Ja, helemaal niet. Goed, dat je hier woont, dat betekent ook wel met een paar, hoe zal ik het noemen, verplichtingen. Ja. Oké. Dus kan je niet voor gratis weer wonen? Zeker niet. Je hoeft me niet te gaan betalen, want ik ben de rijkste man van paarden. Hoezo? Dat goud achter jou is van mij? Zeker niet. Hoezo? Ik heb dat letterlijk, dat is mijn goud. Dit alles hier is van mij. Het is gewoon, jij leeft erin. Je hebt het gewoon van me afgenomen. Ik kan er niet zoveel tegen doen, maar het is nog steeds van mij. Zie je wat ik doe? Nee, schudden. Inderdaad, dat is ook jouw antwoord. Maar goed, wat zijn de verplichtingen? Wat moet ik doen om hier te wonen? De verplichtingen is dat jij dagelijks de kleren van Frank moet wassen. Zijn kleren zijn niet eens goed te zien. Dat klopt. Het kost mij ook altijd heel veel tijd. Oké, wat nog meer? Je moet om de drie dagen. Om de drie dagen moet je hier komen. Dan zal ik op mijn troon zitten en wil ik dat je buigt. Buigt. Nee, ik ga niet buigen voor jou. Nee, hallo. En met een cadeau komt. Doe je dat niet, ben je zo weer vertrokken. En misschien ben je dan wel niet vertrokken buiten deze stad. Buiten het kasteel. Maar ook niet buiten deze stad. Maar misschien wel van deze aardbodem verdwenen. En stuur ik jou de ruimte in dit keer. Hallo. Oké, weet je, prima. Ik zal hier onder drie dagen komen met een cadeau. Buigen gaan we het nog over hebben. Akkoord. Oh, denk altijd voor buigen. Ik krijg niet buigen voor Frederik. Prima. En wat is de eerbetoon? Wat moet het zijn? Wat jij denkt dat past. Wat ik denk dat past. Oké, prima. En kan ik deze gasten hier alleen in de troonzaal vinden? Of zijn ze ook nog verspreid door het kasteel? Of... Waarom zou ik jou dat vertellen? Omdat ik hier woon. Je logeert hier. Prima. Je bent hier te gast. Weet je, is goed. Zijn er ruimtes waar ik niet mag komen of mag ik gewoon overal komen? Ja. In mijn slaapkamer. Jouw slaapkamer? Je zegt niet dat je mijn oude slaapkamer hebt geclaimd en jouw slaapkamer hebt van gemaakt. Zeker wel. Waarom geef je niet gewoon mijn eigen slaapkamer weer aan me terug? Omdat het bed veel te lekker ligt. Ja, daarom heb ik hem gebouwd. Ja, heb je pech. Prima, alles behalve jouw slaapkamer. Gaan we regelen. Heel goed. Dag Frederik, je zou me nog wel vaker zien, want ik woon hier nu. Maar die gasten zijn ook eigenlijk echt eng, hè, met die zwaarden. En ik heb ze nog in één keer zien bewegen. Ze staan er altijd maar gewoon. Frederik! Oh, mijn reis, hoe komt hij daar? Ik wil het niet leuk! Doei! Tot ziens. Alright jongens, we mogen mijn kasteel weer in. Oh, wat ben ik blij. Volgens mij heel veel mensen die tegenwoordig Content Veen kijken, heel veel van de nieuwe, hebben volgens mij mijn kasteel überhaupt nog nooit gezien van binnen. Wat kom je doen? Wat doe je hier? Ik mag toch hier komen? Ja, dat klopt. Heel veel hebben het nog niet eens gezien waarschijnlijk, omdat ze gewoon zo nieuw zijn bij Content Veen en ik inmiddels echt gewoon 10 tot 15 afleveringen, misschien 20 zelfs of zo, al niet meer in mijn eigen kasteel ben geweest. Dat jullie echt denken van wow, dit is allemaal nieuwe ruimtes of zo. Terwijl het eigenlijk gewoon de oude afleveringen van Content Veen altijd te zien was. Mijn chestroom. Oh, wat heb ik die gemist. Mijn chestroom. Mag ik hier ook gewoon weer mijn kistkamer van... Oh mijn god, mijn spulletjes. Oh, wat heb ik hier nog veel spullen liggen. Die ik gewoon nooit meer heb gebruikt. Eten, hout, klei, redstone, glas, verzin het. Oh mijn god, er zijn zoveel blokken die ik altijd nodig had. Dirt, sneeuw, weet ik veel wat allemaal. Damn. Home sweet home, jongens. Het enige is dat we nu nog het kasteel terug moeten claimen natuurlijk. Het is van Frederik en dat willen we niet. Dus we moeten even een plan maken om daar weer terug te wonen. Frederik zit ook niet meer op de troon nu. We moeten even een plan bedenken. Zo, kijk, mijn slaapkamer is natuurlijk hierboven. Ik heb wel echt een lame slaapkamer gekregen, moet ik zeggen. Gewoon echt helemaal hierboven in het kasteel. Helemaal weggestopt. Hier, oh. En nog net niet in het hoogste torentje, weet je, zit ik. Maar laat ik even wat kisten hier plaatsen en dan mezelf hierheen verhuizen. Hij heeft niks gezegd over huisdieren trouwens. Oeh, hier heb ik ook trouwens wel een mooie take-off plek en een landingsplek waardoor ik altijd snel gewoon heen. Oh mijn god, ik had mijn light trouwens zo niet om. Ik had helemaal niks om. Oh, waarom had ik niet gewoon mijn Lytra om? Oh, mijn spawnpoint staat hier. Nice. Oh mijn god, er zat ineens een bewaker ook hier voor mijn deur. Nee, je hebt een bewaker bij mijn deur gezet. Waar? Oh mijn god, ik dacht dat ik mijn gear en mijn Lytra en zo nog. Ik heb letterlijk gewoon een zelfmoord gepleegd. Laten we er snel even heen gaan, mijn spulletjes pakken.
Een zombie. Wat doet een zombie? Zoveel dingen zijn hier gaande. Ik weet niet wat voor mysteries het kasteel inmiddels allemaal heeft, maar damn. Alright, nood naar mezelf. Niet meer zomaar voor dingen afspringen zonder dat ik door heb dat ik niks meer om heb. Zo, kijk. Alright, laten we dan naar huis gaan. Dat is dan mijn oude huisje inmiddels. Oh mijn god, dit is dan niet meer mijn huisje. Daar woon ik hier gewoon even niet meer. Dan mag ik weer verhuizen. Ik vond het een heel leuk huisje. Telkens, ik heb hier graag gewoond. Maar het is ook wel tijd om gewoon weer lekker terug naar het kasteel te gaan. Jongens, we mogen weer terug. Jos, Abraham, Plodder. Waar is mijn vogeltje? Huh? Waar is mijn vogeltje? Waar is mijn vogeltje, jongens? Waar is Arnold? Arnold de vogel. Nee, is er iets met Arnold gebeurd? Dat vind ik niet leuk. Arnold was zo cute. Ik vond Arnold zo cute. Man, Arnold, mijn vogel. Of hij is in ieder geval vermist. Misschien is er nog hoop dat hij ergens gewoon geland is of zo. Dat iemand hem vastgezet heeft. Waar is Arnold? Alright, laten we even de hoofddingetjes meenemen. Dingen zoals mijn endertjes nemen we mee. Het hout wil ik mee. Dit hout op zich niet zo interessant. Dit wil ik de kisten meenemen. Die wil ik mee. Die. Een kaarsje mag wel mee. Even kijken hoor. Het huis blijft gewoon voor mij natuurlijk. Alleen ja, ik wil even de hoofddingen die ik echt heel belangrijk vind, wil ik meenemen. Even wat leuke versiering. Zo. Oranje wol voor in mijn kamer op de vloer. Nou, dat is toch goed zo. De dieren, die nemen we ook gelijk mee. Kom maar jongens, het is tijd. Zo, zo. En dan jij kan gewoon opstaan. Nou jongens, let's go. Oh nee, er is weer bezoek. Ik kom met dieren. Jongens, nog heel even wachten, oké? Okay? Heel even wachten. Ja, ik kom eraan. Wat is er? Oh, hallo. Jij bent het. Trick or treat. Hallo. Fred. Snoep of ik schiet. Fred. Ja. Halloween is al voorbij. Het is inmiddels al november. Oh. Kom binnen in ieder geval, kom binnen. Je bent de laatste keer dat ik ga verhuizen. Ik mag weer terug naar het kasteel. Oh, wil je me trouwens helpen? Ik moet wat dingen meenemen. Zo, misschien extra handen is altijd handig. Ik heb geen handen. Extra stompjes is altijd handig. Dat is goed. Ik ben Fred en ik hou van groen. Maar ik heb paniek. Kom mee. Hoezo heb je paniek? Wat is er? Oh, hele grote paniek. Hele grote paniek. Nou, we zijn de bank in inderdaad. Ik heb hem afgezet, want er staat een bom in de hal. Kijk uit. Pas op. Hoezo? Dit is toch geen bom? Dit is letterlijk kijk een kist. Kijk uit. Dit is er een staat kist. Ineens een kist in de hal. Ja, maar er zit een boekje in. Nee, kijk uit. Niet is, openmaken. Het is niks. Het is een boekje. Je kan hem lezen. Ik ga het boekje gewoon zoals hij geven. Je hebt een kerstopdracht. Nee, die heb ik ook. Nee. Die heb ik ook gekregen. Lees hem nou gewoon. Hier, pak hem op. Wat is dit? Een boekje. Fred, ik ga mijn huis van spullen pakken. Als je klaar bent met lezen, kom aan mijn kant op. Ho. Oké, jongens, laten we eventjes deze banner meenemen. Dit is natuurlijk de banner van de speurtocht die ik heb gewonnen. Dan wil ik dit schilderijtje meenemen. Willen we hier beneden nog wat meenemen? Iets bijzonders of zo? Heb ik hier iets staan? Nee, ja. Ik denk niet dat ik hier echt... Ja, misschien de anvil wil ik wel even mee. En voor de rest is er niet echt heel veel bijzonders. Dat mag gewoon... Nu klik je op de bel en net ben je aan het stompen op de deur. Wat wil je? Hallo, ik heb het boekje gelezen. Ik doe niet mee. Oh, hoezo niet? Ik vind het stom. Oh, nou weet je in ieder geval. Maakt niet uit dat je stom vindt. Je mag me helpen. Ik mag weer terug naar het kasteel. Dus dan kunnen we daar even naar binnen. Ik wil wat dingen meenemen. Dit kan ik allemaal laten staan. De dieren moeten mee. Oeh, deze painting wil ik meenemen. Dit is mijn paddenstoel die ik bij Ben's Banner Shop heb gekocht. En nu zijn mijn handen vol. Wil jij dit hout hier meenemen voor mij, Fred? Ja. Oké, is er nog meer belangrijks? Wil jij deze Cobble Deep Slate meenemen in deze kist? Ja. Top, en that's it. Dan gaan we nu naar mijn kamer toe. De dieren moeten mee. Hier nemen we Klodder, nemen we Jos mee. En dan gaat Abraham, die loopt achter ons aan. En is het zover? Kom maar jongens, kom maar. Wat gaan we doen? We gaan naar mijn kasteel, we gaan mijn spulletjes verhuizen. Waarom? Ja, omdat ik weer terug het kasteel in mag van Frederik als soort van bewoner in plaats van eigenaar. Kom jongens, let's go. Kom. Zo, oh trouwens, hij wil ook mee, kwast. Oké, let's go. Fred, kom je mee? Nee. Hoezo niet? Frederik. Frederik, waar? Oh, het kasteel natuurlijk. Oh, je houdt niet van... Weet je, Frederik is er waarschijnlijk niet eens. Die is weer druk met andere dingen en zo. Hallo, paard. Die is waarschijnlijk weer druk met andere dingen, Fred. Maak je geen zorgen. Oké. Ja, blijf maar erop zitten. Ik neem je wel mee, weet je? Blijf er maar gewoon op zitten. Dat is goed. Kijk, jongens, dan nemen we zo alle diertjes even mee. Want die wil ik natuurlijk ook dan ik weer... Ik ben geen dier. Nee, jij zit op een dier. En we nemen ze allemaal mee, want die willen we natuurlijk niet achterlaten in mijn huis. Die willen we natuurlijk niet achterlaten in mijn huis. Dat is ook een beetje zonde als we die... Of zielig eigenlijk, kan ik beter zeggen. Ik neem hem wel mee. Neem jij het paard maar mee. Neem jij kwast 2.0 maar mee. Zo, Fred, daar zijn we. Dan volg je mij. Maar het is wel even moeilijk omdat ze naar boven moeten. Misschien kunnen we ze even in de tuin zetten. Dat is wel leuk, denk ik. Heb jij een fence? Ja. Oké, als jij die kon, kom maar mee. Hij heeft niks gezegd over de dieren, die Frederik. Dus we mogen vast wel allemaal dieren meenemen. Oh, er is hier al fence. Kijk, dat doen we hier zo. Hoppakee. Doe ze even ons de beurt aan. Jos, die wordt hieraan vastgezet. Klodder, die wordt hieraan vastgezet. En dan doen we kwast. Oh, dat is kwast. Dan doen we Klodder. Jou zetten we vast aan deze kant. Zo, kijk. Staan jullie allemaal hier een beetje op jullie plekje. En dan zetten we Abraham hier gewoon op de grond. En dan zitten ze allemaal in het tuintje. Hoe leuk is dat? Los, laat nou los, Jos.
Hij kijkt schiel. Oké, Fred, dan nu gaan we naar mijn kamertje. Dan gaan we die even leuk inrichten. Mijn slaapkamer. Kom maar mee. Oh mijn god, er staat hier een bewaker. Ik ben helemaal kapot. Oh, dat ik niet verwacht. Let niet op mij hoor. Ik loop er even langs. Hier staan ook weer bewakers. Oh mijn god, ik had het ook nooit moeten vragen of er nog meer zouden staan. Hij heeft ze legit gewoon overal. Siswin, het zijn er ineens zoveel. Nee. Ik wil al die bewakers niet. Fred, hierheen. Hallo. Hallo. Ben je tegen iedereen hallo aan het zeggen? Ja. Oké, het is deze Fred. Hier, we kunnen ook wel logeerkamer, kunnen we gewoon kamer Max maken. Hallo. Kamer Max. Zo. Alright, kom binnen. Hallo. Dit is het. Het is best saai. Maar daarom gaan wij het even leuk maken. In principe heb ik maar één bedkant nodig. Dus als we die even skippen, deze kant, zo. Het is wel klein. Ja, het is wel krap, hè, hier. Ja. Kijk, dat is het mooie. Als we dit gewoon eventjes zo doen. Mag dat zo. Wel? Ja, tuurlijk, joh. Het is mijn kamer. Ik mag ermee doen wat ik wil. Oh. Kijk, dan heb ik in ieder geval even wat meer ruimte om dingen te plaatsen. Aangezien anders loop ik deed het op slabs, weet je. Oké, laten we beginnen met een leuke painting. Die plaatsen we hier. Dat is namelijk de Fred. Die moeten we even krijgen. Kijk, zo. Dan hangt die weer ding ook in mijn huis. Dan wil ik deze banner, die wil ik hier hebben. Dan wil ik mijn gewonnen banner van de speurtocht, die wil ik hier hebben. Even snel crafting table plaatsen, omdat ik natuurlijk eventjes stairs zou maken zoals dit. Die komen namelijk hier. Als het goed is, kan ik daar nog steeds deuren op plaatsen. Kan dat? Nee, dat kan niet. Ah, oké. Okay. Maakt niet uit. Kijk, zo. Doen we dit. Dit zo. Zetten we daar die op en dan die op. Waardoor die eigenlijk eentje hoger moeten allebei. Zo. Kijk, dit ziet er al beter uit, hè, Fred? Ja, mooi. Doen we even wat wol plaatsen zo. Als een soort van... Ja, dat het gewoon even netjes uitziet, weet je? Ah! Er zit een gat! Waar ben je nou? Ik kom er weer aan. Ik heb per ongeluk iets gesloopt. En wat is het voor blokje die ik heb gesloopt? Volgens mij gewoon zo één, zo al. Kijk, doen we zo. Zo. Pas op, hier is een gat. Dankjewel, Fred, voor het gelijk melden van dat er een gat zit. Geen probleem. Oké, dan. Zo. Dan doen we gewoon eventjes overal een beetje. Wat doe je dit goed? Ja, hè? Ja. Kijk, zo. Dan wil ik hier één bed hebben, gewoon gelijk in het midden. Ook van oranje. Oh, nee, doen we... Ja, die doen we ook oranje, om het een beetje de sfeer ervan te brengen. En dan zo. Zo. En dan even hier een kistje zoals dit. Hier doen we mijn anvil zoals als nachtkastje. Dan hier. Kijk, dan kunnen we mooi de kisten plaatsen. Dan doen we tok, 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 tok. Die kunnen allemaal niet geopend zijn. Dat fixen we later wel. Tok, 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 tok. Oh, kom één kist tekort. Heb jij een kist, Fred? Ja, ik heb er zes. Je hebt er zes. Kan je er hier eentje plaatsen in de hoek nog? Nee, maar jij wel. Oh, thanks. Kijk, doen we dit namelijk zo. En dan hier doen we dat ook zo. Dan kan ik gewoon mijn kisten zo plaatsen. Ja, daar is over nagedacht, Fred. Wat vind je daarvan? Mooi. Maar niet groen. Niet groen, nee. Zo, nou, nu ziet het er al iets beter uit. Dan moet het plafond alleen nog even een beetje iets meer symmetrisch worden. Dus zoals dit. En dan kan ik misschien zelfs hier eventjes blokjes zoals dit doen. Ah, laten we de hele vloer dan maar gewoon oranje maken, weet je, boeien. Ik ben zo terug. Tot zo, Fred. Dag. Oké, jongens, dan maken we de vloer even gewoon helemaal oranje. En dan het grijs hier ook weg, want dat ziet er een beetje random uit, weet je. Zo. Het is wel een beetje heel erg oranje. Oh mijn god, het is niet in het midden. Dat besef ik nu pas. Nou, het is wel heel erg oranje. Misschien is het een beetje te oranje, weet je. Gele bed er nou plaats. Is al iets beter, maar het is nog niet echt naar mijn smaak. Ik kan sowieso de vloer een beetje iets meer detail geven, zoals dit, door hier en daar gewoon een blok te plaatsen. Plaatsen we hier kaarsjes op, zoals dit. Kan ik alleen nog niet aansteken. Dan hebben we ook nog flowerpots, die ik dan hier zo kan plaatsen, leuk, met daarin. Wat is, ik hoor allemaal geslopen en gehakt naast me. Zo? Ja, bedankt. Dan. Fijne dag. Oh nee, wat is er gebeurd? Wat hoor ik? Waarom ook Fred zeggen bedankt? En ik hoor allemaal gebouw. Oké, kijk, nu ziet het er in ieder geval ietsjes gezelliger uit, jongens, zoals dit. Even een oventje hier. Zo, gewoon twee oventjes. Hier een ster. Hier een ster. Oh, laten we het steen gewoon even doorlopen, want het houten randje ziet er natuurlijk niet uit hieronder. Wat is er, Fred? Wat heb je gedaan? Waarom zei je dankjewel? Ik heb vrienden gemaakt. Met wie? Met de bewakers. Oh, waarom? Wat heb je gedaan? En ik heb leuk nieuws. Oh nee, ik denk dat ik weet waar dit nieuws heen gaat. Wat dan? Zeg niet dat je... Nee, wacht. Zo, dan doen we dit even hier, jongens. Twee seconden, snel. Dan heb ik nog even stairs nodig. Oh, wacht, hier mijn crafting table trouwens. Zo, doen we stair. Kijk, dan heb ik in ieder geval alles, Fred, voordat jij... Wat ik denk dat ik al weet dat jij hebt gedaan. Heb ik hier gewoon furnaces. Dan heb ik hier een enchantment table en ender chest. Dan heb ik crafting table, kisten, weet ik wat allemaal. Dan kan ik hier gewoon even tijdelijk weer wonen. Goed gedaan. Maar wat ik denk dat jij hebt gedaan, zeg me het niet, alsjeblieft. Ik wist het, kamer Fred. Nee. Ik hoor het geslopen aan. Ik hoor je dankjewel zeggen. Zeg maar niet dat je me... Hoe kom je daar? Ik liep weer langs. Zeg maar niet dat je mijn overbuurman bent geworden. Zeker wel. Heel gezellig. Mocht dat van Frederik? Ja, gratis en voor niets. Oh mijn god, nee. Oh, hij is wel nog kaal. Dus je moet hem wel nog inrichten. Dat klopt. Dat heb ik gevraagd. Doe je ding. Ik vind het op zich ook wel weer een beetje gezellig dat ik daar niet alleen mee hierboven. Alleen het ding is dat we dan altijd samen zijn hier. Eindelijk weer samen. Ik hou ervan.
Want ik ben Fred en ik hou van groen. Nou jongens, we hebben een nieuwe overbuurman. En dat is Fred. Dat is Fred. Oké, het ziet er in ieder geval leuk uit, zoals ik al zei. Laten we het even zoals nu, zoals dit houden. Misschien dat er even tapijt of zo anders wordt en weet ik wat allemaal. Het wordt nacht, dus laten we gelijk even slapen in mijn nieuwe bedje. Het is wel knus, moet ik zeggen. Het is wel echt lekker knus. Zo, laten we dan nu naar beneden gaan. Alright, jongens. Ik vind het leuk dat ik weer in mijn kasteel in mag. Dat heb ik nu al 100 keer gezegd natuurlijk, maar ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Reageer even in de reactie. Max, wat ben ik blij dat je je kasteel weer terug in mag. Want? En dan met jouw reden erbij. Daar ben ik benieuwd naar. En vergeet even niet te liken, jongens. Like vooral nu de video en abonneer. Als je toch al zo ver in de video bent, moet je gewoon even abonneren. Het is letterlijk gratis. Voor alle ouders thuis. Het is gratis. Je moet het eerder zien als volgen en niet als abonneren. Het heet letterlijk gewoon abonneren, maar het betekent volgen. Cool is dat. Zo, oh, de stad is ook helemaal aan het shinen. Zo, ik heb gewoon mijn goede outfitje weer aan. Ik ben weer in mijn kasteeltje. Wat voelt het weer oud en vertrouwd. Dat ik overal weer heen kan, zoals dit. Hoef ik daar niet meer bang voor. Dus, oh, dat is echt best grappig. Het nieuwe huisje, daar kan je gewoon legit zo... Je moet eigenlijk een deur maken. Dan kom je ook gewoon hier het kasteel in. Oh, dat is cool. Maar goed, jongens, voor nu ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er is veel gebouwd, veel progressie gemaakt. Ik ben mijn kasteel weer in geweest. Ik heb een nieuw kamertje. Kan ik weer verhuizen? Moet ik even een brief aan iedereen achterlaten waar ik weer in mijn kasteel woon en zo. Ik heb de goede outfit weer aan. Helemaal leuk, helemaal mooi. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Reageer even wat leuks. En dan nu, kijk lekker het vorige content V0. Heb je die nou gemist? Moet je hem even zeker kijken. Ben je weer helemaal up-to-date met van alles en nog wat. Goeie aanrader. En nu spreek ik later glaasje water tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!